Ik heb vanmorgen een bijzondere gasten, want zij is niet alleen een vooraanstaand hartspecialiste, maar ook een vrouw met een hart voor haar patiënten. Ze is dokter, ze had topfuncties bij het Leids Universitair Medisch Centrum en weet alles van het menselijk hart. En dat is fascinerend. Harriet, dat hart, Ja. zonder hart kunnen we niet. Nee. Dan ben je harteloos. Ja. Ja, nou, we kunnen zeker niet zonder het hart. En het belangrijkste is, het hart leeft het eerst en sterft het laatst, hè? Zo'n beetje begin en einde van het Is dat leven. zo? Ja, dat is zo. Eerst het hart, dat gaat het eerste kloppen. En dan wordt de rest gemaakt eromheen. En vervolgens, als alles dood is, stopt het hart. Je bent geboren in Suriname, Ja. je wilde zendingsarts worden. Uiteindelijk heb je gekozen om hier in Nederland te landen, te studeren en hartspecialist te worden. Wat fascineerde jou met het menselijk hart? Nou, het menselijk hart in die zin van, ik ben een mensenmens. En ik Oh vind ja? het, ja, en ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen bezig te zijn. Betrokken zijn bij iemands leven. Dat is van hart tot hart. Je patiënt, je moet duidelijk zijn. Patiënt vertellen wat er aan de hand is. Hart op de wijten, want het is een chronische aandoening. Dus patiënt moet zich ook aan regels houden. En daar was ik ook altijd duidelijk in. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, volgens mij Ja. ben je een pittige tante. Ja, dat mag je zo zeggen, ja. Ja. Je woont in een fantastisch mooi huis met 13 Ja? kamers in. Je hebt goed huiswerk gedaan. Ja, 13 kamers. Ja. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Maar je leidt een vrij gezellig leven. Ja hoor, ik ben een gelukkig mens. Ik heb het voorrecht te weten dat ik zeer bemind ben. Dat was al in het gezin waarin ik grootgebracht ben. Ja, en ook nu weet ik me omringd door mensen die van me houden. En ik heb veel liefde te geven. Veel liefde te geven. Ja, ik heb veel gekregen, dus ik heb veel te geven. Je bent jarenlang, hè, bijna 50 jaar bezig geweest in de medische Nou, wetenschap. 40, anders zou ik al 80 zijn nu. Oh. Maar het is nu 40 jaar. Ja, dat was een domme verspreking. Maar ja, alle emotie dat ik jou mag interviewen, dat je dat dan krijgt. Over dat hart gesproken. Ik zei het al in de opening van het programma. Het mannenhart werkt anders dan het vrouwenhart. Kun je dat eens uitleggen? Het gaat om de aandoeningen die gedragen zich anders bij de vrouw dan bij de man. Dus waar mannen zeg maar rond hun 50ste jaar een hartinfarct kunnen krijgen, komt bij vrouwen veel later. Maar wanneer de ziekte zich bij een vrouw op jonge leeftijd openbaart, is het veel ernstiger. Helaas geeft het vage symptomen. Dus zowel de vrouw als de dokter zijn zich er niet van bewust dat het om het hart gaat. En dat is het lastige ervan. En aangezien wij eigenlijk pas sinds het millennium daar goed zicht op hebben, dus zeg maar kleine 20 jaar, zijn we er nog niet om deze vrouwen goed op te sporen en adequaat te behandelen. Nog steeds niet met Nog de steeds niet. voortschrijdende Nee, wetenschap. want met voortschrijdend inzicht, ja, dat weten we wel steeds meer. Maar het is en blijft dat alles was gedaan bij mannen. En dat kun je niet één op één op een vrouw vertalen, ook al is ze ook mens, net als een man. Wat schokkend is, is dat doodsoorzaak nummer één bij vrouwen is hartproblemen. Het is Ja. niet kanker, het is niet wat anders. Nee, dat is bij vrouwen nog steeds, bij mannen eigenlijk sinds 1984. En bij mannen is hart- en vaatziekte nummer 2. En ja, om het even, beide zijn heel ernstig natuurlijk. Ja. Laten we even nog naar dat hart gaan, want dat Ja. is zo fascinerend. Wat doet dat hart per dag? Ik geloof 6 tankwagens vol bloed pompt het door die spier heen. Nou, laten we zeggen, het hart klopt 70 keer per minuut gemiddeld. Hè. Als je geen atleet bent en geen medicijnen slikt, dan is het ongeveer 70 Maar keer als je per een mooie minuut. vrouw ziet, dan gaat die Ja, hart dan gaat het kloppen. vanzelf harder. Ik denk dat jij nu op 100 zit. Maar het klopt dus 70 keer per minuut. En in die 70 keer per minuut pompt hij dan zeg maar 5 liter, 5, 6 liter. Als je tenminste rustig zit, pompt hij dat rond. Nou, dan kun je dat vermenigvuldigen. Hoeveel het is in een uur en hoeveel het is in een etmaal. Maal die 5, 6 liter per minuut. Wat heeft de schepper het ongelooflijk knap Ja. uitgedacht, hè? Het hele lichaam. Ja? Ik blijf het een groot wonder vinden als je zo'n kind geboren ziet worden, 50 centimeter lang, 6 pond, en dat heeft alles bij zich om 80, 90 jaar te worden. Ik blijf het een indrukwekkend wonder vinden. En we kunnen ook steeds meer, hè? Nieuwe techniek, dat je stukjes DNA eruit kunt knippen waardoor bepaalde ziektes niet meer voorkomen in een familie. Al dat is nu nog in een experimentele fase, maar straks is het een feit, ook bij mensen. Ja, dan wordt de vraag, moet ik het bij iedereen willen doen? Ja. Dan heb je een ethisch dilemma. Hoe ga je met ethische dilemma's om?
ik probeer heel zuiver bij mezelf te zijn. Waar sta ik zelf achter? Maar ik ben natuurlijk niet de God van die andere persoon zijn leven. Dus ik leg de patiënt dat voor. Ik leg de patiënt ook voor wat ik wel en niet zal doen. Ik zal niemand doodspuiten. Dat strookt niet met mijn christelijk geloof. Wil de patiënt het wel, dan zorg ik ervoor dat hij bij een andere dokter komt. Maar ik schuif op. Ik moet zeggen, het is me nog nooit overkomen dat de patiënt gevraagd heeft van een andere dokter. Maar ik beloof ze wel, ik blijf bij je. Ik blijf bij je. Dat is toch wel bijzonder? Ja. Actieve euthanasie, nee. Maar daar ben ik ook open en eerlijk over naar de patiënt toe. Terug naar je geloof. Waarom is het geloof zo belangrijk voor je? Het is anker in mijn leven. En daar refereer ik alles aan. En God is voor mij een realiteit. Niet alleen omdat ik met het godsbesef ben grootgebracht, maar ook een realiteit. Kijk, ik ben 40 jaar dokter geweest. En ik ben in 2017 gestopt, dus nu een kleine anderhalf jaar, ben ik met pensioen gegaan. En aansluitend werd ik, deed ik iets anders, was gouverneur van de Rotary voor provincie Zuid-Holland. Maar ik zat me in dat jaar af te vragen, wat ga ik daarna doen? Van een 60-urige werkweek naar niks, dat zit niet in mijn systeem. En het bijzondere was, 7 januari 2018... Ik kijk vaak naar Hour of Power, maar dan alleen de eerste helft. Want daar ga ik naar mijn eigen samenkomst. En op 7 januari 2018, graag gedaan. En toen keek ik ernaar en Hannah begon met, weet je dat een leven meer seizoenen kent? En wanneer een seizoen afgesloten is, dan is je leven niet over, maar dan komt er een ander seizoen. En wellicht is dat seizoen nog groter dan het andere. En ik zat daar en het zonk heel diep in mij. Het was eigenlijk een antwoord op mijn vraag. Wat gaat hierna komen? En dan ga je erover nadenken. Ga je anders denken? Ga je, oké, waar ligt mijn passie? Het ligt voor mij vooral bij jonge mensen. En dan met name jonge mensen die niet met een gouden lepel in de mond geboren zijn. Zoals ik. Hè. Ik had geen rolmodel. Ik heb ook niet gevraagd om rolmodel te worden. Maar ze hebben me rolmodel gemaakt. En ja, want laten we toch even, voordat we over die jonge mensen doorgaan. Je bent een aantal keren onderscheiden. Je bent officier in de orde van Oranje-Nassau. Je wordt in vooraanstaande medische bladen geciteerd. Daar ben je redelijk bescheiden over. Maar je bent in de medische wereld, word je gezien als een topvrouw op het gebied van het hart- en hartspecialisme. Dat is geen kleinigheid voor een meisje wat in Suriname geboren is zonder gouden lepel. Ja, we hadden het zeker niet breed. Kijk, ik heb het voordeel van mijn ouders gehad. Mijn ouders hebben, wat ik al zei, alleen maar de lagere school gedaan. Ze trouwden met elkaar, ze kregen 8 kinderen. Mijn vader is onderin begonnen bij de politie. Toch toen hij met pensioen ging, had hij een hoge functie bij de politie. Mijn moeder ging op haar 43e na 8 kinderen ging ze studeren. Dus wij hebben wel het voorbeeld meegekregen dat als je hard werkt, je een doel moet hebben, je moet een doel hebben, je werkt hard, je bent integer, je belazert niemand, dan kun je ver komen. Ja. En ik wilde gewoon het beste, niet voor schouderklopje, maar gewoon, wat mij aangaat, de patiënt die mij zijn leven toevertrouwde, die moest ervan zeker zijn dat hij de beste dokter aan zijn bed had. Want hij had mij zijn leven toevertrouwd. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja. Ja, en als het hart stopt, dan valt niks meer te bekijken. Dus en dat was gewoon mijn drive. Laatste werken, waanzinnig mooi vak vond. Ja. Dat carrière. Weer even terug naar die 4 seizoenen. Je zegt in de herfst van je leven wil je graag juist iets betekenen voor jonge mensen. Wat is dat? Nou, om hun uit te leggen dat alles mogelijk is. Als je ervoor gaat en in ieder geval hun duidelijk te maken. In de Bijbel staat alles is mogelijk voor wie gelooft. Ook. Maar dat is zeg maar als je een christelijke perspectief waar ik 100% achter sta. Maar belangrijk is, je moet een doel hebben, je moet ervoor gaan en realiseren dat die hele succesvolle mensen hebben het ook niet op een zaterdagmiddag verkregen. Die hebben al hun teleurstellingen geïncasseerd, zijn overeind gekomen en zijn doorgegaan. Ja. En als je de drive hebt, de passie, weet dat is wat ik moet doen, dat is mijn bestemming, dan is alles mogelijk. En dat is het jammerlijk als je met jonge mensen praat, dat ze vaak niet precies weten wat ze willen doen. Ja. En dan zwalk je. Maar als je het nou weet, dan, en je gaat ervoor, onderweg krijg je zoveel blijdschap, zoveel drive, zoveel enthousiaste mensen kom je tegen. Ja, dat is gewoon, je gaat er helemaal bij stralen. Ja,
ja, je gaat er gewoon voor. Ja, ja, het is echt, het is dus daar niet meer een over. Ja, soms moet je dingen natuurlijk, ik kon op sommige momenten bepaalde dingen niet doen. Ja. Maar ja, het, je kreeg er ook zoveel voor terug. Je kreeg er ook zoveel voor terug. Ja, wees de wind onder iemands vleugels. Mooi is dat, hè? Als je zo op je leven terug kan kijken. Ja, ik en ben ook weer vooruit kan kijken. Heel gelukkig mens. Ik heb, als je zegt, heb je alle je dromen gehad? Nee, ik heb niet alle dromen zijn in vervulling gegaan, zijn niet alle wensen in vervulling gegaan. Maar als de balans opmaak, dan heb ik meer gekregen dan ik ooit had verwacht. Dus ik zie het als grace en favor van God. Ja, ja. De goedheid van God, daar waarmee je overladen wordt. En dat vind ik heel bijzonder. In Psalm 139, vers 16 staat, nog voordat ik geboren was, toen ik nog een vormeloos begin was, wist God al van mijn bestaan. En in de boeken heeft hij over mij geschreven. De God die ik dien, schrijft geen boek over losers, maar over overwinnaars. Dus daarom kan ik ook ronduit tegen de young professionals zeggen, God heeft een boek over jou geschreven, waarin staat dat hij hoopvolle toekomst voor jou heeft. Go for it, you're about to win. Wauw. Je bent wel een powervrouw, hè? Mensen hebben allerlei soort etiketjes. Ik ben gewoon Harriet. Als ik 's ochtends wakker word, dan denk ik, dank u wel, vader. Ik ben gezond wakker, want er zijn heel veel mensen die de volgende dag niet zien. Ja. Ik ben gezond wakker geworden. Wij gaan samen deze nieuwe dag invullen. Ja. En dat doet hij, want aan het eind van de dag kan ik altijd 5 dingen opschrijven waar ik dankbaar voor kan zijn. Dat doe je? Ja, ik schrijf het altijd op. Want wanneer je terugkijkt, dan herinner je, oh ja, Heer, toen hebt u me geholpen. Toen was het heftig, maar u kwam tussen beiden. Ja. En dan groeit je geloof en los van het feit, je absorbeert het leven. Ja. Want je wil die 5 dingen opschrijven, dus je ziet alles, alles. Ja. Ja. Nou lijkt het of, ik heb groot respect voor je wat je bereikt hebt in je leven. Ik zie iedere keer die lachende ogen, maar waren er ook wel eens tranen? Oh ja, toen ik hier, nou heel veel. Ik zeg ook wel tegen de jonge mensen, ik heb zoveel gehuild, dat de gedempte gracht van Leiden weer kan gaan stromen. En het moeilijkste was natuurlijk toen ik in Nederland kwam, 18. En ik was de eerste uit gezin wat naar Nederland kwam. Ik had hier geen familie, ik had helemaal niks. En daar op dat kamertje gedropt, moest voor mezelf zorgen. Het was koud, het was nat, het was van alles en nog wat. En dat was verschrikkelijk. Ik voelde me van God en iedereen verlaten. En kijk, nu praat ik er makkelijker over. Ik ben de laatste jaren zo vaak geïnterviewd en dan vraagt men me naar het begintijd. Maar er is een periode geweest dat ik er niet over kon praten. Omdat die eenzaamheid was een fysieke pijn. Dus als ik de herinneringen ophaalde, dan voelde ik weer dat van God en mensen vragen. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, zonder dramatisch te zijn, maar dat was vreselijk. Ja. Maar ook daarin, in die periode, is God mij menigmaal te hulp gekomen. Ja, en er zijn ook nog andere momenten geweest. Mijn ouders zijn overleden, mijn moeder is jong overleden. Dus die heeft haar 8 kinderen nooit zien komen op hun bestemming. En mijn oudste broer is plotseling overleden. Teleurstellingen. Ja. Ja. Dus het leven is niet onberoerd aan mij voorbij gegaan. Maar greater than that was my God. Ja, God was groot. Ja. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, toch? Ja. 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 De wind onder de vleugels zijn van een ander. Dan, en als je dat mag doen, dan voel je je geliefd, toch? Dan heb je het, dan ben je geliefd en daarom kan je het doen. En dan wordt je liefde alleen maar nog groter. Ja. Dus het is een voorrecht, Het credo van de kerk is, het is een van Henri Nouwen, het is niet wat ik doe, het is niet wat ik heb, het is niet wat anderen over me zeggen. Het is dat ik een geliefd kind van God ben. Ja. Dat ben je. Ja. Geef eens een door cijfer. Door God en mensen. Dan geef eens een cijfer. Wat voor cijfer geef je zelf? Mezelf? Ja. 9. Wauw. Dan hoop ik dat met dit geschenk het een 10 wordt. Ja. Want dit is een clipboard. Dit leuk. Boek. Iedere dag geliefd, een notitieboek. Ah. Dus dan kan ik mijn 5 dingen opschrijven. Ja, ik wil het net zeggen, maar jij bent zo vlug. Ik heb zelden als interviewer zo iemand gehad meid, die sneller denkt slimme dan ik. Slimme meid. Ja. Dankjewel, Jan. Het. Nou, ik heb voor jou iets... Een klein cadeautje. Ik zie jou natuurlijk altijd zitten. En het is een rotary das. Connect the world. En ik denk dat jij met jouw programma bezig bent de wereld ook te connecten. Nou, dankjewel. En ik vind het echt prachtig. Ik beloof je. Ik bel je wanneer ik hem een van de komende uitzendingen doe ik deze prachtige das aan. Nou, Leuk. Graag gedaan. Annette, je bent een leuk mens. Dank je. Ik heb genoten van het gesprek. Oké. <Okay. laughs>